uitslaande brand heeft de zolderverdiepingen van een aantal woningen op de Beeklaan in de as gelegd. De brand brak even voor middernacht gisteravond uit en werd al snel na aankomst van de brandweer uitslaand over de volle breedte van een blok woningen. Een aantal bewoners verzamelden zich op straat en werd daar tijdelijk in een bushalte opgevangen door de hulpdiensten. Het is nog onduidelijk of iedereen de panden op tijd heeft kunnen verlaten. De bewoners volgden de verrichtingen van de brandweer op straat. Een aantal van hen heeft hun huisdieren nog net op tijd kunnen meenemen. De gemeente Den Haag heeft hulpverleners opgeroepen om bewoners bij te staan. Ook Stichting Salvage is ter plaatse. Onder andere om vervangende woonruimte te zoeken. De brand bleek later aangestoken te zijn.